Hallo en leuk dat je kijkt naar mijn persoonlijke top 3 van de afgelopen week. Welke verhalen van het RTL Nieuws sprongen eruit? Ik heb ze voor jou geselecteerd. En we beginnen met Adele. De megaster is deze week in Nederland en geeft hij 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Verslaggever Jaap van Deurzen mocht helaas niet naar binnen, dus sprak hij buiten met de fans. I wish nothing but the best for you too. Ik krijg er koud van. Iris Kroes won de Voice of Holland met een liedje van, jawel, Adele Atkins. Echt, ze heeft echt mijn leven veranderd. Als ik geen liedje van haar had gezongen, had ik nu mijn droombaan ook niet gehad. Zij heeft niks nodig. Dat vind ik het mooie. Het is haar stem, haar muziek, de muzikanten om haar heen. Al is het licht uit, bij wijze van spreken, en ze staat in het donker, dan kan je er nog heel erg van genieten. Hello, it's me. I was wondering if after all these years... Nou, dat is toch even oefenen. Maar jong of oud, op de een of andere manier raakt Adele de fans in hun hart en in hun ziel. Adam Bezuin gaat naar alle 4e concerten in de Ziggo Dome en was al in Londen en Dublin. Ik vind haar zo goed en het gaat bij haar echt om haar stem en zij is gewoon zo'n goede zangeres en ja, fantastisch. Ja? Toen Adele haar tour aankondigde... Sweden, Norway. Was er geen houden meer aan en begon de stormloop via laptops op kaartjes. Uren, ja. Maar snel was alles uitverkocht en begon de koehandel in zwarte kaartjes. Hoeveel keer ben je over de top gegaan? Heel veel keer. En dan gebeurden er soms ongelukken. Ik had dat besteld via Marktplaats en die zijn nooit gekomen. Heb je betaald? €750. Ja, nou ja. Dat geld ben je kwijt? Dat geld ben ik kwijt. Ze kocht alsnog 4 kaartjes voor €135 per stuk. Adele is het blijkbaar waard. 6:30 gingen de poorten open. Het concert begint om 8:00. Geniet er maar. En natuurlijk was het de week van Kiki Bertens, die de halve finale wist te bereiken van het Grand Slam toernooi Roland Garros in Parijs. Echt een unieke prestatie, maar helaas, we hebben het allemaal kunnen zien, ze verloor van Serena Williams. Maar het mag toch de pret niet drukken, want het blijft echt heel bijzonder wat ze heeft gedaan. Dat vertelde ook verslaggever Yilda van Op Zeeland, die erbij was. Ja, het is eigenlijk echt geweldig wat Kiki Bertens hier in Parijs heeft laten zien. Ze heeft vandaag gespeeld tegen de nummer 1 van de wereld, Serena Williams, die maar liefst 21 Grand Slam titels op zak heeft. En ze kon ontzettend goed bijblijven, kreeg zelfs 2 kansen in de eerste set om de set ook echt te pakken. Ja, en dat ze dan verliest van zo'n topper, dat is absoluut geen schande. Eind van de middag sprak ik met Kiki en ze was eigenlijk nog wel beduust van alles wat haar deze week is overkomen. Ik heb er wel van genoten vandaag, zeker weten. Ja, best wel trots op mezelf. Wat vond je het mooiste moment? Ja, toch gewoon de baan op komen lopen en dat je tegen de nummer 1 van de wereld speelt. En natuurlijk helaas verloren vandaag, maar dat je toch gewoon een staande ovatie dan krijgt van het publiek. En dat was voor mij wel een mooi moment, ja. Nou, Yilda, waren er eigenlijk veel Nederlanders in Parijs om haar aan te moedigen? Het viel eigenlijk wel mee met het aantal toeschouwers uit Nederland. Maar wat je wel vooral merkte vandaag hier was toch wel dat Kiki-effect. Ze is toch wel de verrassing van het toernooi. Ze is zo ontzettend ver gekomen. Heeft zoveel toptennissers uitgeschakeld. Dus alle toeschouwers hier hadden zoiets van ja, laat dat meisje uit Nederland dan ook vandaag maar winnen. Dus als Serena een punt maakte, werd er toch minder hard geklapt dan voor onze eigen Kiki Bertens. Tussen de grote namen als Novak Djokovic en Andy Murray staat onze eigen Kiki Bertens. Ze is gewoon jong, ze is onbevangen, ze staat te lachen, ze staat te genieten. En dat is toch veel leuker dan dat die serieuze tegenspeelster die een beetje nor staat te kijken. Kiki heeft het bijzonder goed gedaan de afgelopen dagen. En ik ben, we zijn allemaal trots op haar gewoon. En ik dacht, hey, ik moet hier echt zijn hoor. Ik bedoel, zelfs als ze verliest, maak je dat. Ja, ze heeft hem. Het is een historische dag op Roland Garros. Ja, heel bijzonder. Het is de halve finale van de Grand Slam. Eigenlijk zeg maar in de halve finale van een WK staan. En het is ook 41 jaar geleden dat dat gebeurd is. Dus dat gebeurt niet vaak. En we zijn natuurlijk al super trots op Kiki dat ze zover heeft geschopt. En ze blijft vechten tot het allerlaatste moment. Net daarnaast, jammer. Had meer ingezeten. Ze had moeten winnen. Leuk, had leuk geweest. Heel zonde. Ik had haar van harte gegund en ze heeft echt gevochten tot laatst. 3 matchpoints. Dus ik vind echt dat ze het heel goed gedaan heeft. Het is jammer dat het zo eindigt, maar ze heeft ervoor gevochten en het is prachtig tennis geweest. Geknokt tot het einde. Absoluut. Ja, dit is een grote belofte voor het Nederlandse tennis. Hier gaan we nog veel van zien, denk ik.
Ja, we gaan Kiki Bertens zeker nog zien in de komende toernooien. Maar eerst gaat ze even rustig aandoen om te herstellen van haar kuitblessure. Gaan we door met het extreme weer van de afgelopen week. Iets wat we volgens deskundigen nog veel vaker gaan zien in Europa. Ook hier in Nederland was het raak, vooral in Noord-Brabant en Limburg. De provincies werden getroffen door hoosbuien. Dweilen, dat doen veel boksmeerders vandaag. Er was geen houden aan gisteren in dit seniorencomplex. Echt een vloedgolf uit de lift. Ja, want ik schrok me denk ik, goedje. Ik kwam van de trap afgelopen. Ik dacht, krijgen we nou? Want ik dacht eerst, er zit iemand in. Maar er zat niemand in. Die deur ging open. En in een keer, wap, een hele grote golf met water kwam eruit. Die golf kwam uit de parkeergarage onder de flat. Die zag er na de regen zo uit. Tot zover heeft het gestaan, hè? In de garage hebben mensen kelderboxen met spullen. De bewoners houden hun hart vast. En uw auto? Ja, die staat beneden nog. Die staat te drijven. Ja, weet u hoe hij er aan toe is, die auto? Nee, ik ben er niet geweest, want ik mag er nog niet in. Verderop moeten twee gezinnen hun huizen uit tot ze weer veilig worden verklaard. Door al het water spoelde het zand onder de fundering weg en begonnen de muren te scheuren. De bewoners wisten niet wat ze zagen. Het water komt door de kruipruimte omhoog, drukt gewoon het huis in. En dan zet je achter de tuindeur open dat het weer uit kan. Maar ja, je staat erbij en je kijkt ernaar. Je kunt niks meer. Het water is inmiddels bijna overal weg. Maar veel straten in Boksmeer zien er zo uit. Het water liet een dikke laag modder achter. Zoals gisteren hadden ze 7 jaar geleden ook al eens wateroverlast in Boksmeer. De gemeente zorgde vervolgens op sommige plaatsen dat het water beter kon wegstromen. Ja, daar zijn toch maatregelen genomen in de loop van de tijd. Maar niet afdoende kennelijk. Nee, kennelijk niet. En dan kun je dus de vraag stellen van, ja, moet je dus voor iedere piek die misschien nog hoger is dan de vorige, moet je daar je hele rioolstelsel op inrichten? Nee, dat is bijna onmogelijk, zeggen deze experts. En zien we ook een gigantische blauwe vlek verschijnen in het centrum van Boksmeer. Ze werken aan een methode waarmee je kunt voorspellen waar het water blijft als er zoveel van naar beneden komt. En dan bouw je voortaan niet meer zo'n parkeergarage op het laagste punt van het dorp. Ik denk dat dit soort incidenten, zeg maar, dat zullen versnellen. En dat in de toekomst eigenlijk standaard wordt ontworpen ook op wat gebeurt bij wateroverlast. En dan nog zullen we af en toe natte voeten houden. Deskundigen voorspellen dat we in de toekomst meer heftige buien krijgen. En dat was hier weer mijn persoonlijke top 3 van de afgelopen week. Graag tot de volgende keer.